Morgen is het de 11e van de 11e en dus gaat het carnavalsseizoen weer officieel van start. In Concertgebouw De Vereniging zal deze avond een nieuwe Prins Carnaval bekend worden gemaakt. Maar dat is zeker niet de enige prins die deze avond aanwezig zal zijn tijdens de First Night of the Prince. Het is vanavond een bont gezelschap, want we hebben het orkest compleet, we hebben het koor compleet en we repeteren voor 11-11. En dat is overmorgen het grote carnavalsconcert, de Prins bekendmaken hier in de vereniging. Nou, zaterdag gaat er iets moois gebeuren. En we gaan zaterdag eigenlijk de First Night of the Prince organiseren in de vereniging. Dat gaan we doen samen met het convent, het Prinsenconvent van Knotsenburg. Samen met het studentenorkest, Nijmegen Studentenorkest. En dat wordt heel iets unieks. Dit jaar is het eerste jaar dat de First Night of the Prince te zien en te horen is. Nou ja, het is nog nooit vertoond in Nijmegen dat we een carnavalsavond, de proclamatie van een nieuwe prins, met zo'n orkest van 50 man en een koor van 25 man, dus 75 man op het podium, drie kwartier lang de zaal proberen te enthousiasmeren om er heel iets moois van te maken. Dus we hebben ook het publiek gevraagd om sjaals mee te nemen, vlaggen mee te nemen. Er worden vlaggetjes uitgedeeld. Kortom, het wordt echt een heel groot feest. Nou, je hebt in Londen heb je de Last Night of the Proms. Dat is in de klassieke muziek een waanzinnig groot spektakel. Wat plaatsvindt in de Royal Albert Hall, wordt over de hele wereld uitgezonden. En de carnavalsvereniging heeft ervan gemaakt, de First Night of the Prince. Want 11-11, de prins wordt bekendgemaakt. Dus dat is de leuke link met een groot evenement in de klassieke muzieksector. Zaterdagavond is het orkest te zien. Met hits als de Schöne Blauwe Donau, dat kan iedereen meezingen straks. Maar ook een aantal Nijmeegse hits, Almodde Krupe en Pak me mijn hand is vast. Dat zijn geloof ik twee welbekende nummers hier in Nijmegen die menig inwoner van de stad mee kan zingen. En we hopen dat het publiek allemaal met ons enthousiast meedoet, zodat we er een hele fijne avond van maken.